Ja, hier moet ik zijn. Hoi, ik ben Alberto. En ik ben hier omdat hier een tijdelijke Albert Heijn gaat herrijzen aan het Zaagmolenpad in Doetinchem. We kennen de Albert Heijn op de Bongert, maar die wordt vernieuwd. Duurt een paar jaar voordat die klaar is. En tot die tijd komt hier een tijdelijke Albert Heijn. Europa Haven is die hier aan het bouwen. En die gaan ook de nieuwe Albert Heijn bouwen op de Bongert. Ik ga hier even polshoogte nemen of het goed gaat, want op 1 december moet die al af zijn. Even kijken of dat gaat lukken. Joris, ik ga met de deur in huis vallen. Gaat dit lukken voor 1 december? Ja, zeker. Ja, dat gaat helemaal goed komen. Ik zie alleen nog maar een zwart gat, maar jij ziet meer dan ik waarschijnlijk. Ja, nee, kijk, het lijkt nu nog natuurlijk heel erg bouw-bouw. Dat is ook zeker het geval. Maar we gaan de planning om 1 december open te gaan, die gaan we makkelijk halen. Want dit wordt een tijdelijk filiaal. Klopt. Waarom? De nieuwe Albert Heijn-formule die past weer niet in het huidige pand, want dat is te klein. En daarom zijn we op zoek gegaan naar een tijdelijke locatie. En ja, toen kwamen we hier aan het Zaagmolenpad uit. Het wordt nu gebouwd als één grote hal, zeg maar, waar straks die tijdelijke Albert Heijn in komt. En in eerste instantie is het zeg maar ontworpen als een verzamelgebouwtje. Ze zouden er eigenlijk 3 bedrijfjes in kunnen. Het bijzondere is misschien dat met name nu in de betonvloer die gestort gaat worden, daar moet veel voorziening getroffen worden om met name het riool en zo voor de Albert Heijn de juiste plek te hebben. Normaal zou die vloer een ingeladen vloer worden, zonder installatie, zeg maar. En nu wordt daar eigenlijk een heleboel riool in aangebracht. Ja, het is nu in principe is het pand afmaken en asfalteren. En dan moeten we straks tussen 1 november en 1 december moet eigenlijk de hele winkel nog afgebouwd worden. En dat betekent, dan zijn er wel een paar weekjes dat hier tussen de 50 en de 80 man rond te lopen om die winkel af te bouwen. Oké. Ik ben een beetje gerustgesteld door de heren. Er is een hoop gebeurd, maar er moet ook nog veel gebeuren. Ik ga nog wel even terugkomen om te kijken wat het eindresultaat is. Ik zie jullie dan.